Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog van Fysiomaaike op dit leuke YouTube kanaal. Onwijs leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog op maandagochtend om 11 uur. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes, klik hieronder op abonneren. Met of zonder belletje, dan krijg je een pop-up wanneer ik een nieuwe vlog post. En als je al geabonneerd bent, superleuk, welkom weer terug op de maandagochtend bij een nieuwe vlog van mij. Hey, vandaag gaan we het hebben over het restless legs syndroom. Rusteloze benen syndroom. Vertaald in het Nederlands vanuit het Engels. Heel erg vervelend syndroom. RLS hè, is de afkorting daarvan. Het rusteloze benen syndroom kenmerkt zich door letterlijk rusteloze benen. Dus het idee dat je je benen constant moet blijven bewegen. Op het moment dat je dat doet, dan verminderen de klachten. Maar als je dan weer stopt met bewegen, dan krijg je weer het gevoel, ik moet gaan bewegen. Het treedt voornamelijk 's avonds en 's nachts op. En het is gewoon heel vervelend, heel irritant. Zeurend is het. En letterlijk rusteloos. Nou, er zijn een aantal manieren wat je er tegen kan doen. En natuurlijk een fysiotherapeut, zoals Fysiomaaike, kan hier natuurlijk ook wat mee. Want ik vlog natuurlijk alleen over onderwerpen waar een fysiotherapeut ook wat mee kan. Zoals het restless leg syndroom. Ik heb een aantal mensen hier al behandeld met het restless leg syndroom. Met hele positieve resultaten. Voornamelijk wat ik als fysiotherapeut kan betekenen is het masseren en het medical taping. Het tapen van voornamelijk eigenlijk altijd het bovenbeen. Hè? Dus vanuit de knie omhoog stuwend leg ik dan de tape aan. En ook natuurlijk het masseren vanuit de knie omhoog naar het bloed, naar het hart, sorry, bloed afvoeren, afstoffen afvoeren, bloeddoorstroming. En dat is voornamelijk hetgene wat ik als fysiotherapeut kan doen. En ja, wat je zelf kunt doen, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En daarvoor ook natuurlijk deze vlog. Dat is zoveel mogelijk wel bewegen, maar ook ontspannen. Vooral 's avonds. Want het treedt vooral 's avonds en 's nachts op. Probeer een vorm te vinden, een vorm van ontspanning die bij jou past. Waarvan jij denkt van, hey, dat is fijn, zo ga ik rustiger naar bed. En ga dat geregeld op structurele basis doen. En bekijk na 2-3 weken, wat heeft me dit opgeleverd? Niet na 1 of 2 avonden denken, nou dit werkt niet, ik stop ermee. Na 1 of 2 avonden kan je iets niet evalueren. Dat kan pas na 2 weken. Wanneer je dat echt op structurele basis hebt gedaan, dan pas kan je er iets zinnigs over zeggen. Dus ga dat doen. Dus kies een vorm die bij jou past. Kan zijn iets van mindfulness, iets van yoga, tai chi, ademhalingsoefeningen. Maakt allemaal niet uit. Kies een vorm die bij jou past om ervoor te zorgen dat je 's nachts rustiger de nacht ingaat tegen die restless legs. Dus ontspanning voor het slapen gaan. Nou, beweging had ik al even genoemd. En wat ook heel erg kan helpen is voeding, maar vooral drank. Cafeïne, suikerhoudende dranken, die verergeren echt de rusteloze benen. Dus minder daarmee, stop er helemaal mee, dat kan ook als je dat lukt. En vooral 's avonds. Vooral 's avonds, omdat dan vaak de klachten het meest optreden. Dus beweging, ontspanning, voeding, hè, drank. Cafeïne en dergelijke, ook heel erg belangrijk. En wat een hele mooie goede tip is, dat is op deze manier gaan zitten of liggen. Je gaat naar je eigen bank. In mijn geval is dat deze. Staat beneden bij ons ook gewoon een bank hoor, maar in de woonkamer. En dan ga je met je rug tegen de leuning aan zitten. Misschien een kussentje ertussen. Je leunt iets naar achteren, gewoon lekker ontspannen. Maar het gaat om de benen. Doe onder de benen een kussen. Ik heb nu hier natuurlijk een halve rol. Dat kan. Die heb je natuurlijk niet thuis. Maar goed, die kun je eronder doen. En het mooiste is nog om onder je voeten, onder de enkels, ook een rol te doen. Even andersom. Die. Zodat je niet je knieën overstrekt. Hè? Ze zakken niet door. Nu zakken ze door. Klein beetje gebogen houden. Knieën onder. Deze ietsje hoger, zodat deze hoger liggen en niet je knie overstrekt. Je leunt met je lichaam, met je rug tegen de rugleuning aan. Dit is een hele goede manier om restless legs te verminderen.
Ga met dat soort dingen aan de slag. Ga elke avond dit oppakken. Of gedurende de dag. Kijk, op je werk is dit niet te doen natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Maar probeer het te integreren in je leven. En kijk na 2-3 weken, wat is het effect hiervan? En ik weet zeker dat er een positief effect is. Dat weet ik echt zeker. Want die resultaten zijn er. Dus, 2, heb je er maar 1 in de buurt. Doe dan alleen deze. Want als je die andere, deze. Want als je die andere doet, heb je weer je knieën overstrekt. Dat is niet de bedoeling. En je kan natuurlijk ook wat hogere eronder leggen. Hè. Dat kan. Ik vind dat zelf een beetje te hoog. Dus je moet daar een beetje in spelen. Mee kijken wat je ermee kan doen. Maar zorg ervoor dat je... Even weer netjes neerleggen. Zo. Zorg ervoor dat je dus heerlijk ontspannen gaat liggen om die restless legs te verminderen. Dus dat is eigenlijk de laatste tip voor tegen restless legs. En natuurlijk medicatie. Medicatie kan natuurlijk ook een heleboel doen. Zelf ben ik daar niet zo heel erg van, want je medicatie gaat voor je hele lichaam en niet alleen voor je benen van je restless legs. Maar heb je te veel last ervan, dan kan medicatie daar ook zeker tegen helpen. Dus beweging, ontspanning, belangrijk. Voeding, drank. En op die manier dus zitten, zeker doen. En natuurlijk medicatie kan ook wat doen. Dit was mijn vlog over restless legs, rusteloze benen syndroom. Ik hoop dat je hem hartstikke leuk vond. En doe een dikke duim omhoog als je dat vond. Ben je niet geabonneerd, doe dat dan eventjes. En ik hoop je allemaal volgende week maandagochtend weer te zien om 11 uur bij een nieuwe vlog van Fysio Maaike op dit YouTube kanaal. Hey, tot volgende week!